Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik denk ik een super leuke video voor jullie. Ik ga namelijk op concours, maar niet met één, maar met twee paarden. Ik neem namelijk Ivy mee. En Ivy is 2 weken terug voor het eerst mee geweest naar groot terrein, zeg maar, om te springen. En daar sprong ze gelijk een nul rondje. Dus dat was heel leuk. Dus ze gaat vandaag ook weer mee. En ze start vandaag natuurlijk gewoon weer in de BB. En Kruimel die start ik in de B. Omdat, ja, ik heb met Kruimel gewoon een beetje wedstrijd opstartproblemen. Is niet erg en er zitten ook wel hele goede stukken tussen. Maar ik hoop vandaag gewoon eigenlijk lekker te kunnen rijden. Het is gewoon training, moet ik in mijn hoofd zeggen. Het gaat nergens om, er zijn geen prijzen te winnen. Het is niet een selectiewedstrijd, het is gewoon een trainingsrondje met mijn wedstrijd outfit aan. Ik heb trouwens mijn wedstrijd outfit van Monter aan, dit shirt en de broek. En over Monter gesproken, ik neem vandaag ook een Insta takeover van dat account van Monter Benelux. Dus als deze video online komt, zijn al die stories ook nog zichtbaar. Dus wil je mijn dag daar ook nog een beetje zien en volgen, ga dan even naar de Instagram van Monter Benelux. Ik heb het ook op mijn eigen Instagram in mijn verhaal gezet, dus dan kun je zo doorklikken naar hun pagina toe. Volg ze even en dan zien jullie ook vandaag nog een beetje mijn stories. Dus daar zit ook iets meer in dan in deze video, wat andere dingen. Ik ga nu, als Kruimel droog is, want die heb ik net gewassen, ga ik hem opzadelen. En anders dan gaan we gewoon laden erheen en doe ik het daar. Ik moet wel als eerste met Ivy, maar ik heb tussen Ivy en Kruimel maar 9 starts. Dus Kruimel moet gewoon helemaal opgezadeld zijn. En mijn vader is niet super handig met dat snel opzadelen. Dus dan zadel ik Kruimel hier al op. En dan kan die Kruimel naar de ring brengen, zodat ik echt zo van het ene op het andere paard over kan stappen. Want dat moet wel met 9 starts er maar tussen. Ja, dus ik ga nu even kijken of Kruimel droog is. Opzadelen en anders laden. En dan gaan we erheen. Dus super veel zin in. Nummer 1 is helemaal gezadeld. Heeft alles op. Deze start ik zo meteen als 2, dus eigenlijk niet nummer 1. Maar ja, die moest ik dus even snel zadelen. Ik ga nu mijn schimmeltje zadelen en die moet dan als eerste starten. Moet een klein beetje opschieten, dus dat ga ik nu ook doen. Of helemaal klaar, ik denk niet dat ik mijn jasje ga rijden, want volgens mij hoeft het ook niet zo warm. Dus dan ga ik gewoon zo rijden. Ik heb ook mijn Monter beige broek aan met kristalletjes en de... Ja. Dus dat is echt een topbroek. En ik gebruik hem heel graag voor wedstrijden, maar met springen mag persje gewoon. En dat is veel minder besmettelijk dan wit. Dus dat is helemaal top. Dus ik ga nu mijn schimmeltje zetten. Oké, Ivy is helemaal ready. Dus die ga ik nu lekker inrijden. Ze staat super mooi. Ik denk dat ze wel zin in heeft. Dus ja, die ga ik nu inrijden en dan daarna mijn rondje springen. Kijken naar Destiny Leverman, de Early Star Z. Deze keer rijdt ze voor concours. Dus dat voor Hilde Dijkstra en haar tweede ronde. 4 strafpunten binnen de tijd.
opnieuw kijken naar Destiny Leven Lang met Corine DSH. Kom! Dan gaan we zo naar de klasse L. Als eerste. Kom! Janna, Stevens, Riva, Johanna en Glenn. Goed zo, jongen. Nou, ik heb net bij de paarden gereden en de schimmel ging eigenlijk heel goed. Die had een heel mooi nulrondje. En mijn andere paard had één stop in het rondje. Die is gewoon wat meer kijkerig, wat ik zei. Die moet wat meer op gang komen. Ben ik natuurlijk absoluut nog niet tevreden over. Maar we zijn wel langzaam stapjes aan het zetten dat het wel beter wordt. En er zaten ook goede stukken tussen. Dus niet per se heel ontevreden. Maar de schimmel ben ik echt heel blij mee. Die doet zo leuk. Met inrijden was ze zo druk. Maar dan kom ik die ring in. En dan denk ik zo, oh, dit doe ik wel even. Terwijl dit pas haar tweede wedstrijd is. Hè? Dus super trots op mijn kleine puppy. Dus we gaan nu lekker de paard naar huis brengen. Oké, nou ik ben weer lekker thuis. En Kruimeltje staat hier achter me te eten. En de andere paardjes zijn ook lekker te eten. Ja, jullie hebben gezien hoe het gegaan is. Ivy die sprong heel lief een nulrondje weer. Dus super blij mee. Ze is zo lief. Met inrijden was ze zo druk. Maar dan kom ik de ring in en dan denk ze, wow, ik doe het eigenlijk wel eventjes. Dus ja, super schattig. Ik vind dat zo leuk. En eigenlijk was ze nog niet eens zo heel knijt haar hart of zo dat ze ging. Ik kon eigenlijk best wel rijden. Het enige wat nog een beetje, maar dat is natuurlijk ook nog een stukje balans en een stukje op de achterhand terug. Ze stuitert nog een beetje omdat ze best wel vlak nu loopt. En als ze wat met de dressuur zeg maar wat ronder loopt, kan ik best wel zitten. Maar daar moeten we nog een beetje aan werken. Dat ik iets meer ga zitten tijdens het rijden ook zelf, want ik wil iets te veel in mijn beugels blijven staan bij haar. Dus ja, dat is waar we aan gaan werken. Maar ja, tot nu toe echt zeker niet ontevreden over hoe zij gaat. Dus heel leuk. En ze is ook helemaal niet kijkerig naar de hindernissen. Absoluut niet. Dus dat is super. En dat is eigenlijk wat ik met Mootje een beetje had. Zie ik nu in haar terug. Ja, heel stom. Ze doet het elke keer. Ze heeft tot nu toe bij de wedstrijden alle rondjes gedaan. Als de bel gaat, gaat ze staan. Doet ze eerst met haar rechter achterbeen, slaat ze zo uit en dan gaat ze. Het is zo stom. Er zijn wel paarden die dat van een bloedlijn zeg maar doen. Volgens mij doet Emerald dat ook, van Harry Smulders. Maar ja, ze doet het iedere keer. Ik vind het wel grappig. Ik vind het niet zo heel erg. Als het alleen maar dat is, als de bel gaat, dat ze even zo floep ze dat beentje doet en dan gaat. Dan vind ik het niet zo erg, als het maar niet tijdens het parcours gaat doen. Dus ja, en Kruimel had ik één foutje mee. Eén stopje had hij dus. Maar ja, verder niet per se ontevreden. Het is, ja, we hebben gewoon een beetje moeite met het opstarten na die hele corona. En het is allemaal niet ideaal. En nou ja, het is, we komen er wel. Er zaten ook wel echt hele goede stukken tussen. En ik moet eigenlijk proberen, maar dat is heel lastig met hem, om een wat grotere galopsprong te krijgen. Dus niet harder, want hij wil dan gelijk harder. Maar een grotere galopsprong zonder dat hij harder gaat. En dan kom ik makkelijker bij de hindernissen, want ik wil nu heel vaak kiezen voor mijn terugafstand. Terwijl ik dan wat meer naar voren kan rijden, kom ik er gewoon wat makkelijker bij, ook uit de wendingen en zo. Dan kan ik zelf wat stiller zitten en dat gaat gewoon een hele hoop schelen. Maar daar gaan we gewoon hard aan werken.
Dus heb ik jullie weer een keer mee op concours genomen. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden om weer te zien. Zoals ik al zei toen straks, ik heb dus alles op de Instagram van Montar ook vastgelegd. Daar zitten ook nog wat stukjes bij in de vrachtwagen. Tussendoor, dus check dat ook even, die stories. Dan hoop ik, als jullie dit leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En wil je dan nog mijn vorige video zien, check dan even deze of natuurlijk de afspeellijst. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie. Doei!